We hebben een maximum van 3 jaar. En dan als, na 3 jaar is het eigenlijk de bedoeling dat ze zichzelf weer kunnen redden. En dat kan niet iedereen, maar het is toch, je moet een maximum stellen, want dan komen er weer andere mensen naar de beurt. Als dat allemaal wordt opgespaard in die 14 dagen, dan kunnen we toch alle cliënten wel 2 of 3 broden meegeven. En dat is natuurlijk al een hele mooie basis. RTV Meppel presenteert vanuit Café Het Slot. Ik heb hier aan tafel zitten als allereerste Alice Rus en Nienke, sorry. Jullie zijn van de voedselbank. Heel mooi dat jullie tijd ervoor konden vrijmaken. En hoe lang is de voedselbank eigenlijk al in Meppel? 10 jaar. Ongeveer 10 jaar. We staan eigenlijk 10 jaar volgend jaar. Ja. Oh, ja. We zijn net verhuisd. Okay. Dus we kunnen daar een feestje voor geven misschien. Ja. Als dat eigenlijk nodig is, weet ik eigenlijk niet. En Nienke, welke mensen kunnen een beroep doen op de voedselbank? Mensen die voor hun dagelijkse boodschappen niet genoeg geld meer hebben. Dus allerlei problemen hebben waardoor ze tekort komen. Oké. En Alice, en hoe lang kunnen de mensen dan een beroep doen daarop? We hebben een maximum van 3 jaar. En dan als, na 3 jaar is het eigenlijk de bedoeling dat ze zichzelf weer kunnen redden. En dat kan niet iedereen, maar het is toch, je moet een maximum stellen, want dan komen er weer andere mensen aan de beurt. Oké. En Nienke, hoeveel mensen zijn er op dit moment in Meppel die eigenlijk afhankelijk zijn van de voedselbank? Bij de voedselbank Meppel maken we bijna 180 pakketten klaar. En daar is ook een deel van voor de voedselbank Westerveld. En dat zijn er ongeveer 45. En voor Meppel dus de resterende. Ja. Ja. En als je nou zo'n pakket bekijkt, waaruit bestaat dan zo'n pakket? Nou, we proberen altijd onder iets van macaroni of spaghetti of rijst in te doen met een sausje. Vlees hebben we eigenlijk nooit, maar we proberen wel zoveel mogelijk groente en dan thee, beleg, enkele keer koffie. Soms krijgen ze wasmiddel als dat is ingezameld. En de duurdere producten, ja, die zitten er echt niet in. Nee. Het ligt er ook heel erg aan wat er binnenkomt. Ja. Daar zijn we van afhankelijk en dat geven we weer uit. Ja. En dan proberen we dat een beetje aan te vullen met eigen voorraad die we hebben uit acties. Oké. En is het ook verschillend? Houden jullie ook rekening met feestdagen eventueel? Nou, we hebben met er zijn zoveel acties in Meppel van, en ook van de scholen enzovoort. Bijvoorbeeld in Wallenverveen hebben we net een actie gehad. Van dat geld zouden we wel een rollade kunnen kopen voor iedereen. Okay. En dat proberen we altijd met kerst te doen. Oké. En als je nou zo bekijkt, hoeveel sponsoren hebben jullie nou op dit moment? Nou, dat is een hele lijst, die kun je ook bekijken op de website. Ja. En dat wisselt wel eens. Dat wisselt wel. Maar er zijn nog steeds, de oude rotten in het vak, zal ik maar zeggen, ja. Die zijn er nog steeds. Ja hoor. Ja. En we worden heel goed gesponsord door bijvoorbeeld plaatselijke bakker. Die het brood van gisteren voor ons bewaart. En als dat allemaal wordt opgespaard in die 14 dagen, dan kunnen we toch alle cliënten wel 2 of 3 broden meegeven. En dat is natuurlijk al een hele mooie basis. Ja, ja. Er zijn ook heel wat vrijwilligers aan de slag voor de voedselbank. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie op dit moment? Daar weet ik niet precies van. Die gaat over de vrijwilligers. Iets van 25. En dat zijn, het is een werkgroep van een man of 6, 7. Ja. En een bestuur natuurlijk. En we hebben dan een aantal vrijwilligers die eigenlijk in 2 ploegen komen. Dus 1 keer in de maand komen ze helpen voor het inpakken van de pakketten. Oké. En om daar dan meteen de pakketten in te pakken, daar hebben we wel genoeg vrijwilligers voor. Maar we hebben wel behoefte aan mensen die op de achtergrond dingen kunnen organiseren, acties kunnen begeleiden, roosters maken, omgaan met de computer. Dat zou wel heel fijn zijn als daar
nog eens wat vrijwilligers voor zich. Dus dat is gelijk een oproep voor mensen die op de achtergrond nog iets voor de voedselbank willen doen. Ja, eigenlijk wel. Ja, oké. En als zij dat graag willen doen, als ze dat willen doen, hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen zich net als cliënten aanmelden bij de website van Voedselbank Zuidwest-Drenthe. En dan krijgen ze iemand aan de telefoon en dan kunnen ze een afspraak maken. Ja, of via de mail gewoon. Via de mail. Okay. Kan ook via de website, staat het mailadres ook op. Oké. Ik heb ook gehoord dat er ook, heel veel organisaties... dat die iets voor de voedselbanken betekenen. Ja, dat zijn bijvoorbeeld de Juniorkamer Meppel. Die doet er heel veel voor de voedselbank. We hebben de grote actie van de Lions gehad. Dan hebben we nog de Ladies Circle. En hebben we nog, er zijn scholen, heel veel scholen die echt heel veel dingen doen. Leuke acties met sponsor lopen of huis-aan-huis acties met iets. En daar krijgen we heel veel opbrengsten van. Oké. Zeg, jullie worden heel erg hartelijk bedankt. We hebben nu een beetje een kijkje in de voedselbank genomen en jullie hebben dat heel goed verwoord. Ik wens jullie heel veel succes. Dank u wel. Ja. Dat hebben we wel nodig. Ja, oké.